Ik ben Maarten van Hoof, een 35 jaar oud zakfruit- en aspergekweker in Olland, Sint-Oederode, Noord-Brabant, tussen Eindhoven en Den Bosch, zeggen wij altijd. We zijn in samenwerking met GroenLeven de combi zonne collectoren boven zakfruit aangegaan. In plaats van de standaard folieoverkappingen zijn we het fruit gaan overkappen met zonnepanelen. De naam zegt het al een beetje, het is zacht fruit. Het is van zijn eigen al zacht, maar door regenval met name krijg je ook heel vlug weken vruchten, kans op schimmelvorming. En daarom zetten wij eigenlijk een paraplu boven de planten, om zo de planten maar met name de vruchten droog te houden. Doen we normaal met folie. Folie gaat natuurlijk ook maar een aantal jaren mee. Dus het is voor ons ook daarnaast ook nog een duurzame oplossing. Omdat je nu naar een stellage toe gaat die 10 jaar mee kan. Je ziet in de landen op veel plekken gewoon agrarische landbouwgrond volgelegd worden. En daar zijn veel mensen allergisch voor. Daar ben ik er zelf eigenlijk ook wel eentje van. En dit is een dubbel functie waar de agrarische waarde ook behouden blijft voor de grond. En daar vind ik wel een belangrijk item. Ja, het robuuste systeem. Dus met name de weersinvloeden, dat we die kunnen temperen. Kijk, met extreme hitte hebben we op dit moment iets minder lichtinval, waardoor er een iets minder kans op verbranding van het fruit plaatsvindt. Daarnaast bij wind- en slagregens heb je een systeem wat ook star is, dus wat niet meebeweegt. Dus dat verwacht ik dat ook iets betere kwaliteit vruchten op kan leveren. Moet de proef nog wel allemaal gaan uitwijzen natuurlijk.